Kijk maar goed naar deze tekeningen van meestertekenaar Jan van der Kooi. Want het komt niet vaak voor dat hij zijn werk tentoonstelt. Maar één keer in de 5 jaar zelfs. Kijk, dat komt omdat ik van beroep niet exposant ben, maar schilder. Ik wil ook het liefste exposeren om te laten zien wat ik gemaakt heb. En niet werken voor een tentoonstelling. Op een gegeven moment is het tijd om het te laten zien. En het is nu. Van der Kooi heeft zich door de jaren heen vooral gespecialiseerd in het tekenen van dieren. Voor zijn tekeningen van bijvoorbeeld apen, tijgers en paarden heeft hij zich uitgebreid verdiept in de anatomie van die dieren. Ik heb schedels van de dieren die ik teken om de architectuur eigen te maken. Ik ga af en toe naar diergeneeskunde in Utrecht. Als ze daar een dier ontleden voor de studenten diergeneeskunde, dan vraag ik of ik erbij kan zijn. En daardoor krijg je als studerende krijg je inzicht hoe het dier in elkaar zit. Van der Kooi heeft zelfs een aantal dierenkoppen in zijn achtertuin begraven liggen. Gekregen van een bevriende slager. Zodra de schedels schoongevreten zijn, graaft hij ze op als studieobject. Dit is de kop van een stier. Ooit had ze die begroven? Ja, jaren geleden. Door je daarin te verdiepen, kun je je dat eigen maken. En dat was een beetje de sport natuurlijk van, goh, vroeger konden heel veel schilders, misschien wel alle schilders, een paard tekenen. Nou, hoe zou ik dat kunnen? En hoe pak je dat aan? Dat deze werkwijze een succes is, blijkt wel. Van der Kooi is bij kenners inmiddels een begrip en wordt zelfs de beste tekenaar van het moment genoemd. Jan zelf blijft hier, zoals dat hoort bij een echte Fries, vooral erg nuchter onder. Dat dit nu aan mij kleeft, dat vind ik over één kant vind ik dat natuurlijk heel leuk om te horen. Over de andere kant, ja, het is ook wel weer over tot de orde van de dag.